boy. Zoveel petflesjes. Wat moet ik met al deze petflesjes? Weet je wat, vanaf vandaag koop ik geen rotzooi meer. Deze petflesjes wat ik heb. Ze zijn mooi gewassen, ze zijn schoon. Ja toch? Ik ga vandaag een lekker drankje maken. Wat gebruik ik daarvoor? Vitafit. Een beetje daarin zo. Een beetje meer in zo. Meer in zo. Een beetje in. Te veel gezet, hè? We gaan een klein schuimpje van deze erbij zetten. Mag niet te zoet worden. Aan die calorieën denken, toch? Dat weet ik. Deze petflesjes worden mijn drankflesjes. €1,99. 80 cent. Je kunt hier geld mee. Het is een lekker drankje, heerlijk. Zo. Die water van Mosso. Beetje bijvullen. Ook met die cola fles vergeten. Ja toch, meer dan genoeg. En die daar. Zo, deze nog een beetje water. Geen cola maar. Gezonde drank. En weer een €2 erbij. Even schudden. Natuurlijk kun je het zo zoet maken als je wil, hè. Maar ik hou niet van zo zoet. Dit is 2 vliegen in 1 klap. En je krijgt genoeg vocht binnen. En je hebt lekkere drankjes in huis. Kijk, als je dit moet kopen in de winkel, dan ben je sowieso meer kwijt dan deze twee samen. Je moet economisch denken in deze tijd. Ja toch? Zo, dan moet ik nog een leuke naam bedenken voor dit drankje. Dit gaan we noemen Puxfit. En het is niet meer dan 15 calorieën. Denk ik. Lekker drankje. Puxfit. Probeer deze siroop, het is echt lekker. Wat was dit? Limonadesiroop gemixt met Vitafit vruchtenmix. Ik ga niet vertellen waar je het kan kopen. Mag je zelf uitvinden. Doei.